Ik denk dat iedereen precies gedaan heeft wat hij moest doen. We waren deze wedstrijd heel goed voorbereid. En het is heel fijn om dan te zien dat het ook gewoon lukt. We waren natuurlijk heel snel die 15 punten al terug. Dan zie je gewoon de Biru weer in de wedstrijd komt. Nou, dan waren we ook op voorbereid. Ja, en dan op het einde is het gewoon mentally. En dat is denk ik heel goed gelukt. En dat is gewoon mooi, omdat we dat in de laatste week heel goed hebben doorgesproken. En als je ziet dat de spelers dat dan oppakken, dan is dat natuurlijk fantastisch als coachingstaf. Ik denk dat heel veel mensen niet hadden gedacht dat we dit voor elkaar konden krijgen. 15 punten tegen zo'n team. Als je kijkt naar hoe we daar hebben gespeeld. Dat geeft niet heel veel vertrouwen. Maar ik denk dat de winst op Zwolle ons wel een vertrouwen heeft gegeven. En dat we best snel zijn gegroeid om dit resultaat te kunnen leveren. Nou, ik beleef het als heel goed en positief, energievol en alle goede woorden dat je kan bedenken. En we hebben ons een gat gegraven in Beru. Ja. En dat hebben we gewoon met heel veel energie goed gemaakt vandaag. De ploeg maakt een enorme progressie door. Ja, en wat heel mooi is, we gaan nu naar de volgende ronde van de Europa Cup. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezien, daar ga je leren. En daar is iedere wedstrijd eigenlijk los deze. Kijk, we beginnen heel goed. We beginnen heel agressief. En ik denk dat dat een deel van onze identiteit moet worden. We moeten niet te langzaam in de game komen. We moeten echt vanaf het begin een bepaalde agressiviteit tonen. Een bepaalde energie op het veld laten vallen. En de tegenpartij intimideren. Want we hebben de kwaliteiten om deze resultaten te boeken. Dus daar moeten we aan gaan werken. Aan het einde van deze game, bij onze laatste huddle hier, heb ik zo ook gezegd. Dit is een mooie overwinning, maar dit is pas een kleine stap in onze groei. Ons proces en onze ceiling is nog lang niet bereikt. Op welk moment weet je van, is dat op het moment dat je overtime gaat spelen? Op welk moment weet je van, die wedstrijd is gewoon in de pocket? Eigenlijk nooit. Want met hun schietmogelijkheden hebben ze elke keer zichzelf teruggevochten. En dus dan ga je de overtime in. Ja, weliswaar hadden we het momentum. Maar dan nog, in je achterhoofd, is er wel een kleine mogelijkheid dat ze kunnen winnen. Maar we hebben gewoon nog harder verdedigd en de winst binnengehaald. Dit is ook een veel meer fysieke ploeg dan vorig jaar. Als je kijkt naar Huggins, als je kijkt naar Williams. De guard gaat ook altijd inside. Dat is ook geweldig om te zien. Is dat een van de differences dat je het ook echt van die fysieke kant moet hebben? Ik denk dat er een balans in zit. Ik denk dat wij het nog een beetje aan het zoeken zijn. Maar zoals ik zeg, we zijn aan de goede kant van het proces. Dus soms is de agressiviteit te veel. En dan halen we er juist de verkeerde dingen uit. En dat is misschien voornamelijk in offense. Maar in defense kunnen we dat altijd gebruiken. Als je kijkt hoe Jarvis die ballen rebound en die ballen ook in offense heel goed finish tussen heel veel mannen door. Dan merk je gewoon dat de balans dan is. Maar als we soms te veel doen, dan lopen we net naast onze schoenen. Dan maken we de kleine foutjes die weer andere punten voor hun oplevert. Maar ik denk dat we daar goed geleerd hebben van de vorige games. Gewoon energie. En ervoor gaan. En samenspel. En ik denk dat we dat hebben getoond de hele wedstrijd. Tot aan het einde toe. En en dan win je. En dan ga je gewoon weer Europa in. Ja, gezellig. Vind ik ook leuk. Want die wedstrijden zijn wel altijd heel interessant. Ja, het is ook heel interessant. En voor spelers, dan hoeven we niet te trainen. En dan ben je eigenlijk gewoon goede wedstrijden. Dat je op de training niet gaat kunnen evenaren aan het spelen. Dus het is aan alle kanten positief. Ja, ik keek net naar de stats en ze hebben volgens mij uiteindelijk wel 47 rebounds. Dat vond ik wel heel veel, maar ja, we hebben ook overtime. Maar ze hebben ook 18 turnovers en wij maar 9. En ik zei net voordat ik naar buiten kwam, zei ik dat is onze belangrijkste stat. Ja, we hebben 35 assists. En 9 turnovers. Dat is zo'n gigantische groei. En zo'n grote stap in de juiste richting. Daar moeten we op blijven bouwen. En blijven geloven. Het belangrijkste is dat we weten dat dit ons gaat helpen om ook een beter team te worden in onze competitie.
Ik heb aan het begin van het seizoen tegen de jongens gezegd, je gaat zo vaak tegen die teams spelen hier in deze competitie. Met alle respect naar ze, dit is waarvoor je speelt. He, je speelt voor de Europese Games, om je talenten te tonen op de hoogste platform wat je kan bereiken of wat waar we tegen spelen. Dus daarvoor gaan we werken. We hebben super veel support van alle fans. En dat is, ja, als je kijkt naar vandaag, een doordeweekse dag. Ik heb zo net een post gezien dat er mensen problemen hebben doordeweekse wedstrijden. Nou, ik denk dat Leiden daar geen problemen heeft. Ik denk dat we hier zo met z'n allen klaar stonden om ons te helpen. Hij is gewoon binnen. We spelen gewoon opnieuw Europa Cup. Dat is wat je wou. Doelstelling 1, althans deze doelstelling, gewoon bereikt. Nou ja, kijk, we werken met een 3-jaren-plan. Het had natuurlijk best wel teleurstellend geweest als je deze ronde niet gehaald had. Nu kan je weer doorgroeien. En dat gaan we denk ik ook doen.